working with the National Campionschap in bodybuilding in Westerlo. En ik zag je toen op het podium zitten. Ik heb toen gefilmd de hele dag de onstage en de backstage van de kampioenschap bodybuilding. En daarna heb ik je gestuurd op Instagram om langs te komen van Atelier. En zij hebben beginnen bodypainten. Dat doen we zien als een stap. En sindsdien werken we samen op verschillende, ja, hoe zou ik het noemen, performances uitgeprobeerd. En filmsessies, fotosessies. Maar vandaag zijn we in het museum. En heb ik eigenlijk een grote vraag voor jou. En dat is, normaal gezien doe jij het workout trainen, je bodybuilding, ja, oefeningen in een gym. We hebben die ook wel eens in mijn atelier gedaan, en geprobeerd te doen. En vandaag zijn we in het museum. Zou jij die oefeningen ook kunnen doen en aan ons laten zien hier met de materialen die we hier hebben? Ja, ik denk dat je eigenlijk ook voorbeeld hebt een workout doen met alles wat doen nu. Belangrijk is gewoon dat je precies kijkt tussen de G-trainen en in zo'n ruimte zoals hier met de toest met de objecten dat je rond je hebt. Omdat in de zin dat je met weerstand kunnen werken, die willen eigenlijk gewoon de beweging kunnen uitvoeren. Je gaat niet eens dat je weerstand kunnen creëren, dus op dat punt gaat die workout wel verschillen zoals in de gym. Maar de beweging op zich, die willen eigenlijk altijd wel kunnen uitvoeren met één met dat tegen rond de muur. En je zegt weerstand creëren, wat bedoel je daarmee? Ja, hier hebben we de toestellen te gebruiken en het gewicht van het toestel op materiaal dat er heeft tegenover in de gym dat we extra gewicht kunnen gaan toevoegen. Dat is hier moeilijker. Als we bijvoorbeeld die palen, dat is normaal voor die te gebruiken. De paaltjes, ik noem ze museumpaaltjes, paaltjes die je gebruikt om een stuk af te zetten aan mensen die er niet langs kunnen om juist om mensen te leiden. Wat zou je hiermee kunnen doen? In de gym hebben we eigenlijk twee grote blokken met gewichten op. Dan hangt de kabel aan. En aan die kabel gaan we trekken voor een spiergroep te gaan leiden, rug, armen, maakt al niet uit. Mm-hmm. En daar kunnen we zeggen van oké, dat gewicht is te licht, je kunt het dan bijsteken. Maar je kunt bijvoorbeeld met die kabel op die hangen, kun je dezelfde beweging gaan uitvoeren. Een simpel voorbeeld, rug. Dus je hebt eigenlijk dezelfde beweging dat je kunt uitvoeren, maar het verschil is natuurlijk hier de weerstand die je hebt. Het voordeel van de zoiets te werken is dat je daar verschillende spiergroepen mee kunt gaan leiden. Je hebt een flexibel bewegingshoek. Okay, dus je kunt zowel de kabels op zo'n lint, je bewegingsvrijheid is gewoon groter. Met deze dat we vier of vijf verschillende dingen kunnen gaan doen tegenover een vaste baar of een vast object. Dat altijd maar één of twee oefeningen kunnen gaan uitvoeren. In deze kun je bijvoorbeeld ook je borst niet aan het trainen. Dus net zei je dat je, als je zo eraan trekt, ja, en een soort van deze richting met het lint opgaat, welke spiergroep spreek je dan aan? Vooral je rug, je biceps en je achterkant van je schouders. Alles wat je eigenlijk naar u toe wil trekken, trainen in die drie spiergroepen mee. Dus je biceps, je rug, en je achterkant van je schouders. Alles wat je gaat wegduwen van nu, dat gaat eigenlijk vooral je schouders, je triceps en je borst weer gaan trainen. En dan hebben we nog een stuk benen natuurlijk. Maar dat is dan echt wat andere oefeningen dan met andere toestellen gaan gebruiken. Je bedoelt als groepen van, je hebt één groep, rug, je borst. Ja. En je wil net ook iets anders gaan uitzien. Je kunt daar in diezelfde maak je hetzelfde beweging, maar dan in de andere richting, waardoor je dan ook een andere spier kan aanspreken. En dit is dan meer gericht op de voorkant? Deze is meer op de voorkant van je lichaam, dus je borst of de voorkant van je schouders.
heel erg denken aan de vorm die staring met die gewicht aan de zijkant. De barbel. Zou je die ook kunnen gebruiken eigenlijk om. Want de deadlift is dat dan. Dat is nog een ander effect. Dat is eigenlijk een strongman. De deadlift is eigenlijk gewoon het gewicht van de grond optillen, tot op de heupboog te brengen en terug naar beneden brengen. Dat is eigenlijk een deadlift. Maar dat gaat het al wel moeilijker. Waarom? Omdat je hebt niet aan twee kanten dezelfde gewichten hebt. Nu hangt er maar aan één kant, dus als je dat in die richting zou vastnemen, gaat het hard aan de ene kant overhellen. Waardoor je stabiliteit van je lichaam gaat verliezen. Moest dat nu van elkaar koppelbaar zijn, dan gaat dat wel. Je kunt bijvoorbeeld wel helemaal de pas, dat pas waarvoor gaan gebruiken, maar dat je dat dan wel met het discipline voor het kunt gaan uitzoeken. Als je nu verbinding gebruikt, omdat deze eigenlijk een marble is, waar hier een schijf hangt en hier een schijf hangt, dus dan ligt je gewicht eigenlijk op de grond. Je neemt dat vast. En dat is deze beweging eigenlijk gaan doen. En wat gaan jullie hiermee? Het hangt een beetje vanaf hoe dat je benen gaat vlooien. Hoe meer dat je benen gestrekt houdt, hoe meer dat je hamstrings en je bilspieren gaan aanspreken, hoe meer dat je knieën gaat zakken, dat je eigenlijk een schotbeweging gaat maken en dat je meer je quadriceps gaat aanspreken. Dat is de voorkant van je been. Het andere gaat vooral de achterkant van je been gaan gebruiken. Dan moet je eigenlijk stief leggen, dat lift. Gestrekte benen. Dus als je hier doet, je stief legt, is het vooral voor de hamstrings. Als je gewoon in de lift doet, dan is het meer voor je quadriceps. Ja, en is de positie van, als we hebben het over gewichten en richting en zo, is dan hoe je voeten plaatst? Je hebt het nu over je knieën. Als je knieën op een bepaalde manier houdt, dan spreek je die kant op de andere kant. Dat is eigenlijk gewoon de wijdte van je voeten. Als je voeten verder open gaat zetten, dan meer de middenkant van je benen gaan gebruiken. Ja. Hoe korter je voeten bij elkaar zet, hoe meer je de buitenkant van je benen gaat gebruiken. Ja. En wil je nog eens hoe je dat dan? Je deadlift of ja? Ja, deadlift. Dus als je een deadlift zo zou doen, dan moet dat eigenlijk een sumo deadlift. Omdat je ook even deze gaat doen. En dan wil je vooral de middenkant van je benen gaan aanspreken. Ja. Is dan ook hoe verder je uit elkaar, zwaarder het wordt? Of hoe makkelijker eigenlijk, hoe de bewegingsafstand kleiner wordt. Hoe verder je voeten openstaan, zie je dat het veel korter beweging dan dat je voeten zo staan, gaat het veel dieper moeten zakken. Dus dat maakt het eigenlijk iets makkelijker, maar omdat dat iets is dat je heel weinig gebruikt, blijft nog altijd wel een zwaarder vinden. En ja, ik vind die basis gewoon zo mooi. Zijn er ook andere dingen die je daarmee kan doen? Want je had het net over, het is niet ideaal voor de deadlift, omdat het aan de ene kant zwaarder is dan. Is het dan niet perfect voor een oefening te doen waarbij je alleen maar... Als je met de handen kunt vastnemen, waardoor je die voor je kunt houden, kun je daar ook voor het schoudersteen aan leggen. Ja. Dus als je die dan zo vastneemt, en je dit hier, je moet vooral wel dit gaan doen. Ja. En welk deel spreek je dan aan de voorkant zijn? Dat is vooral de voorkant van je schouders. Dat je daarmee kan aanspreken. Wat je nog kunt doen bijvoorbeeld, is met die box, met die grote box. Je kunt ook hand in hand mee gaan trainen. Voor je rug, bijvoorbeeld als je daar staat gegaan, met twee handen samen. Hier gaan we gewoon eigenlijk lijnrecht staan. Dus je altijd goed dat je rug een beetje hol laat staan, waardoor je rug niet moet bol, deze rug bol staat, en altijd veel harder op je rug gaan trekken. Je moet je rug proberen altijd een klein beetje hol te zetten, waardoor je echt goed je rug kunt uitschakelen. Dus je pakt je dingen, je box, en je lijnrecht gewoon niet gaan doen. Ja. Is dit ook, ik heb op je Instagram wat foto's gezien waarbij je een hele grote riem aan hebt. Ja. Is dit een oefening waarbij je dat zou... Die draai je eigenlijk vooral bij de benen, zoals jij het liefst op deze deflect hebt. Waarom? Omdat je dan veel zwaarder gewicht kunt nemen. En doordat je dat zwaarder gewicht neemt, is het kans groter dat je bij je beweging je rug vol gaat zetten. Dan moet
proberen te vermijden. En die riem gaat dat eigenlijk doen. Die gaat er eigenlijk voor zorgen dat je door die sterkte van die riem, dat je rug automatisch rechter blijft. Je kunt die niet meer plooien, want die riem gaat voorkomen. Ja. Je kunt niet dit doen, want die riem je rug tegenhoudt. Bij andere oefeningen is het daar minder aan geweest dat je dat doet, omdat je dat toch je rug in principe niet gaat plooien. Hier zou dat met een heel zwaar gewicht voor een kokkel kunnen doen, maar dat is minder nodig als de dag. Ja, waarbij je toch een beetje moet letten. Je hebt ja. Vandaag ook bijzondere schoenen aan, toch? Die zijn eigenlijk vooral voor die beenoefening. Ja. Als je een gewone sportschoen zou aandoen, een schoen met een dikke zool, verliest eigenlijk je contact met de vloer. Doordat er heel veel gewicht op je schouders bij een schouw bijvoorbeeld. Dus de zool die tussen de voet en de vloer. Is eigenlijk een afleiding van gevaar te zijn. Zeker bij een schap bijvoorbeeld. Omdat als dat een hele dikke zool is, kun je dan heel veel gewicht vastpakken, wordt die zool samengedrukt. Maar dat gewicht gaat verplaatsen naar de zijkant, naar links of naar rechts. En je voet kan niks naar binnen of buiten kantelen. En deze kunnen we niet voor hebben. Met die schoen is het niet echt ontwikkeld, dat die zool plat op de grond. Dus je voet heeft eigenlijk constant contact met de grond. En anders is dat een soort van moes tussen. En die moes gaan we eigenlijk gevaarlijk maken. Want ik zeg dat dan ook weer bij zwaardere gewichten en bij extreme dingen. En gewoon, met deze kan er nu geen probleem zijn, dus dat de zool gaat samengedrukt worden. En als je het hebt over iets zwaardere gewichten, weet dat er daar in de hoek staat er een brandblusser. Ja. Kan je daar ook iets mee doen? Dat doe je bijvoorbeeld schouders te klein, dat niet van deze. Je aanbieding tussen je schouders en je nek bijvoorbeeld. Ja. Iets gaan bouwen.
dan de laatste jaren in het worden het al meer en meer van ons. Zelfs bij de lagere reeks. En is het, ben jij er ook zo, doe je dit zo graag omdat het hoe belangrijk is dat beeld te houden en het opbouwen en een soort hele progressieve proces? Bij mij is dat vooral de uitdaging om dat elke keer opnieuw te kunnen bereiken, hetgeen wat je wil bereiken. Niet zozeer van dat extreme massieve, of dat je zegt van ik wil per se heel veel spieren. Mij is gewoon heel belangrijk van ik wil zo, ik heb iets voor ogen en dat kunnen en willen behalen. Dat is eigenlijk voor mij het belangrijkste. En gaat het dan om fysiek resultaat, wat je kan zien? Of is het eerder, want ik weet dat tellen en het calculeren van alle oefeningen, dat een heel belangrijk, heel groot deel is van het groter worden. Heb je dan meer waarde aan het gewicht en het tellen en het aantal dingen, of wel dat je het kan zien, kan voelen? Het eindresultaat is het belangrijkste. En dus dat tellen, die makkelijk, je eten, dat is eigenlijk bij mij de hoofdzaak van te kunnen zeggen van ik kan dat voor. Want heel veel mensen zeggen van ja, dat is toch niet plezant, want je moet elke dag je hand op je eten letten. Maar dat stoort me, je hebt daar geen probleem in. Het is meer het idee dat je dat hebt kunnen. Ja. Want je zit nu eigenlijk, noem je het nu al off-season? Ja. Twee weken geleden? Dus nu zit dan off-season, dan kan je eigenlijk gewoon terug iets minder op eten. Je gaat gewoon terug meer eten. Om toch na de volgende keer doe je een klein beetje extra te kunnen winnen. Ja, dus het is eigenlijk ook een proces van gewichtsverlies, gewichtstoename. En het spiergroei zit daar ergens. Ja. We hebben hier nog wat dingen staan. Eens kijken. De trucjes is dat we hebben veel. Je hebt over lijks gesproken, maar je hebt het nog niet echt laten zien. Ja. Is dat iets wat je ook hier? De trucjes hebben in de lijst eigenlijk heel weinig mee doen. Het ene wat je daarmee kunt doen is bijvoorbeeld als je een single leg, als je een squat uitvoert, dan kun je die ook één per één gaan doen. En dat is ook een zo'n truc bijvoorbeeld ideaal zijn om één been op te leggen, hoe je steun houdt en dan ben je gaan squat. De benen zijn iets te licht. Dus je daar je benen zou opleggen, dat kun je gaan wegschuiven. Wat je ook alleen maar kunt doen is van, als je gewoon een push-up doet, is gewoon niet. Zou je het misschien meer naar voren kunnen? Het zou gewoon zijn dat je dat makkelijk 10-15 keer kunt doen. Dan kun je zo'n plank bijvoorbeeld gaan gebruiken om gaan op te liggen en dat je in plaats van jezelf wegduwt, dat je een object gaat wegduwen. En dat kun je nog altijd zwaarder gaan maken. Zou je dat eens twee maken? Ja, sorry, hè? Oké. Normaal is dat gewoon één vrouwbankje in de fitness. Dan heb je een marmel terug. Ik had mijn eerste stuk voor doen. Heb je een favoriete barbel? Maakt het jou uit wat voor materiaal het is, hoe groot is, hoe lang? Die zijn bepaald. Een Olympische barbel, weegt 20 kilo. En gewoon een dumbbell, ja, is wat je dan toevoegt aan je gewicht. Dus daar kun je niet de voorkeur in hebben ofzo. Maar dat is wel een van mijn favoriete oefeningen. Dat zit er meer tussen, dat is weer bench press, de rode doe ik ook heel graag. Benen is niet lastig tijd. De row, dat is ook toen geweest. Dat je gewoon een woord voor row, ja, je achterhoofd houden. En dan zet je inderdaad die beweging op de weg. Dit kun je bijvoorbeeld gaan gebruiken. Dat je als wacht op de grond en nu ging ik mezelf weg. Nu lig je eigenlijk op een bankje en ga ik een licht wegduwen. Dit is niks. Maar je kunt je voorstellen, aan die kant je licht kan toevoegen, aan die kant je licht kan toevoegen. En dan kun je eigenlijk zo zwaarder gaan als je wilt. En zet je een beperkt met je eigen lichaamsgewicht. Is er eigenlijk, want mijn lijn bodybuilding, iets waar controle heel belangrijk is? Het tellen, maar ook de controle en de opbouw en het ritme daarvan. De routine, de herhaling en dat soort dingen. Is er ruimte voor improvisatie in die... Ik denk dat je daar zelf altijd een beetje moet liggen zoeken en spelen met je herhaling
bepalingen en wat je doet, om te zien wat voor je werkt. Iedereen is anders, niet iedereen werkt hetzelfde. Je hebt een principe van voor spiermassa bij te komen, die heel zwaar trainen, maar dat werkt niet voor iedereen. Voor sommige mensen reageren beter op meerdere houdingen, sommige mensen reageren beter op korte houdingen. Dat is ook een klein beetje in de genetica. Korte houdingen en zwaardere gewicht. Ja. En ik weet nog de vorige keer dat we iets langer interview deden, had je het over dat je heel erg van de push hield. Ja. Is dat dan veranderd? Is dat dan nu de rol? Dat is eigenlijk meer naar de room of naar de legs gegaan. Ja. Omdat dat ik vroeger heel veel moeite mee heb, niet te kunnen laten groeien en te laten reageren. Dat begint nu wel zo stil is een beetje te reageren. En dan is dat veranderd. Dat is normaal als iets doen waar je resultaat van hebt. Dat is mijn was, denk ik. Dan begin je dan liever te doen. Iets waar je elke dag mee bezig bent en dat je niet ziet veranderen na een tijd, denk je zelf van, ja, waarom doe ik dat eigenlijk nog? Ja. Is er een specifiek moment geweest waarom je passie is ontstaan voor bodybuilders? Ik ben eigenlijk ook beginnen sporten, bodybuilding, omdat ik vroeger heel mager was. En dat beginnen doen om een klein beetje breder te worden. Ik ben dan zo'n 10 jaar getraind zonder eigenlijk daar iets van bodybuilding of competitie in te steken. En dan hoort iemand dat mij iets gevraagd heeft van, ah, zou hij eens niet proberen of doet dat niet zo voorbeeld. Je bent in een wedstrijd of? Ja. Oké, wauw. En hoe lang is dat geleden? Dat is nu, ook ja, 10 jaar geleden al. Dus ik train nu 22 jaar ongeveer, waarvan 10 jaar in wedstrijd bodybuilding. Ja. Merci voor je uitleg. Ja, bedankt. Dank jullie wel.